De een zit er zeg maar gewoon zo in dat hij vanavond met koperdraad de slakken weg gaat houden bij zijn muntplant. De ander flikkert de grillworst in de frituurpan. En de ander vindt het leuk om naar stel Kroatische nichten te kijken die Ramstein proberen te imiteren. Ja, dat zijn drie debielen. Ik zeg succesformule. Ik was vorige week bij de visboer. En ja, die jongens die hebben dan op school alweer, weet ik veel wat, om de oren gekregen. Dat ze die, ja, pap, ik ben flexitariër, want als je dan een frikandel kan eten, vind ik het wel lekker. Maar die zei, ja, pap, je gaat geen paling eten. Oh, en ze geleerd dat het een bedreigd diersoort is. Nou, nee, weet ik veel. Maar die zeggen, ja, dat is toch niet te geloven. Het is toch zielig dat je dat opeet. Hoe kan dat nou, pa? Ik zou het best wel goed vinden als iedereen gewoon een keertje in een slachthuis komt. En daarom zijn we allemaal, nee, een keertje in een slachthuis, hartstikke leuk. Zijn 12 juli uitgenodigd bij Nelly de bevalling. Ja, wees welkom. Ja. Kun jij even de leerplichtige ambtenaar WD-40 jouw kant ophalen? Dat is echt niet normaal, hè? Het is echt alsof je prothese los zit. We kijken even naar de slaapkamer van Nelly een paar maanden terug. Ja, dit is hem. Is er misschien iemand die Frank van Etten wil aanvragen? Laat ze horen. Huisje op wielen. Ik was even gewoon naar de winkel gegaan. Ik had twee jurkjes gekocht. Maar ik heb zo'n hekel aan van die pashokjes. Om in een pashokje te gaan passen. Is ook helemaal kut. Oh, en dan heb je van die pashokjes. En dan zie je jezelf van de voorkant, van de zijkant en van de achterkant. Oh, even kan ik alles al winnen. Nou. Ja. En ik trek thuis het jurkje aan. Gadverdamme. Gadverdaddy. Ruikt me toch naar zweet. Maar hoe kan zoiets? Heeft het dan iemand, waarschijnlijk iemand naar een feestje meegenomen? En het weer teruggehangen? Ja, of gewoon gepast, hè? Gewoon iemand die nogal riekt. Nou, dat kan best wel. Je kunt niet dusdanig naar een frikandel speciaal ruiken dat je binnen 2,5 minuut dat je zo'n hele jurk verpest. Nou, geurorganen zijn wel dermate sterk. Nee, dit was echt. Het was echt heel erg heftig. Want soms denk ik van, nou, fuck it, dan trek ik het aan en dan doe ik het aan. Ik doe altijd, was ik, alles wat nieuw is, was ik sowieso de eerste keer ook een keer, hoor. Ja, dat schijnt ook wel beter te zijn, ja, maar sowieso ben ik eigenlijk. Meestal trek ik het gewoon gelijk aan. Ja, dan ga je al. En gisteren wilde ik voor mijn gerechtje, ik dacht lekker een beetje, weet je, het zomer komt eraan. Ja. Lekker watermeloen met een beetje munt, wat olijven erbij. Heerlijk. Beetje feta, oh heerlijk. Nel. En ik loop naar dat muntplantje toe. Hele muntplantje aangevreten. Ja. Gewoon alleen maar glijende, gladde vlekken erop van slijm. Kan dat? Is dat achter slakker? Nou, mijn slak was het niet. Nee. Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video? En wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal. Druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte. En dan zie ik je graag de volgende keer.